Ja, ik had altijd zoiets van, die zijn er voor de koffie. Ik heb gewoon gegokt. Mijn tante was stewardess. Oh, echt? Ja. Ik keek echt wel op naar haar altijd. In de uniform, mooi. En voor mij was het toen ik gebeld werd door het uitzendbureau. Toen ik klein was, vond ik het eigenlijk ook heel eng om te vliegen. Maar toch wilde ik stewardess worden, ja. Toch spannend. Ja, stom, hè? Na mijn carrière bij Holland Casino ben ik op een gegeven moment vluchtelingenhulp gaan doen op Lesbos. Daar zat een crew van Transavia. En die samenwerking was zo leuk en was zo gezellig. Daar had ik zoiets van, oh, daar wil ik wel aan meedoen. Eerst op de grond gewerkt, vond ik niet zo leuk. En toen dacht ik, ik ga vliegen bij Transavia. Ja. Na 22 jaar denk ik, ben zo blij dat ik al 22 jaar dit beroep mag doen. Het was gewoon supersterren in de cabine. Ik vind de afwisseling leuk. Altijd andere mensen, andere collega's. Elke dag andere passagiers. Die allemaal denken dat het glitter en glamour is. Ja. Lekker paraderen over Schiphol. Het is niet zo heel erg glitter glamour dat je om 3:30 opstaat. Maar wel dat je even in de cockpit staat en naar buiten kijkt. En een prachtig uitzicht hebt over de Alpen. Dat is mijn glitter en glamour. Glitter en glamour zitten in de kleine momentjes. Nou, dat ben ik eigenlijk wel helemaal met je eens.